helemaal geen demonstratie, voor zover ik weet. Het zijn gele hesjes. Dus ze wilden een stukje gaan lopen door het centrum. Maar dat mag toch? Normaal gesproken mag dat, maar ze moeten die hesjes uitdoen en dat willen ze niet. Oh, dus het gaat echt om die hesjes, dat ze daarmee verwarren met politie. Ja, omdat ze de hesjes aan hebben, willen ze tegengaan. Ze zien dat als een vorm van demonstratie. Dus dat is eigenlijk het hele punt. Ja. Oh, dat klinkt ook heel dom. Ja. Ik vind het ook apart. Ja, maar hoezo lopen ze dan nu met z'n allen die kant op? Omdat ze daar vandaan kwamen. Ze kwamen van het plein af. Waar ze bij elkaar gekomen, want ze bestaan 1 jaar. Gele hesjes hier in Nederland. Dus dat eigenlijk gaat het echt daarom. Ja, precies. Zo. En omdat ze het er niet mee eens zijn, krijg je dit. Voor mijn pols, hè? Ja, ja. Oké. Dat is even warmer, denk ik. Nee. Nou, ik heb misschien waar aan. Ik heb me steeds waar aan. Jullie hebben echt inderdaad dat ik gewoon echt over je hoofd heb. Jullie raken zo in paniek om niks. Om niks. Ja, omdat het gewoon nergens bestaat. Wij komen voor het onrecht op. Moet je kijken hoe wij uit worden gemaakt door jullie en iedereen. Geen lijstje criminelen. Er zitten nou werkelijk helemaal geen criminelen bij ons. Er zitten alleen maar gedupeerde mensen, harde werkers zitten erbij. Wij komen op voor onrecht. We worden alleen maar klein gehouden. Omdat jullie bang zijn dat iedereen op gaat staan. Jullie worden ook genaaid hoor. Moeten jullie kijken wat voor werk jullie moeten doen. Krijgen jullie gevarengeld? Gevarengeld? Nee, dat hoef je niet zo te doen. Dat weet ik al lang. Dat krijgen jullie niet. Waar is mijn muts eigenlijk gebleven? Wij hebben een beetje rustig staan. Jij hebt ze in een zakje gedaan. Echt, we best gewoon ja, staan hier met zes, hè? Ja. Kom maar. Thank you.
Voilà pour moi. Je dois attendre le temps de faire un peu de temps.